Haley heeft een idee. Ga je erbij zingen, Haley? Kom, ze gaat zo naar boven. Hallo, kijk eens. Oh, ja, Hoi, allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze video van Broers de Zwee. Ik ben Haley. Ik ben Helen. En vandaag hebben we dus de FC Kids Boxsports gesloofd. Maar wat we gaan doen is, we gaan daarvan een kattenhotel maken. Nou, je ziet het al een beetje voor je. Even kijken, het zijn 6 verdiepingen, dus heb ik een ideetje voor. Oh, we hebben 4. Oké, Helen. Jij maakt hier allemaal kamers. Dat moet je gaatje zien. Oké, heb jij hier 3 kamers? Oké, het worden 5 kamers, want hier onderin gaat de hotelkassa. Oh, echt? Die kassa. Oké. Ja, oké, want we hebben wel 5 katten natuurlijk. Dus we hebben wel inderdaad minimaal 5 kamers nodig. Ja. Nou, wat voor kleur wil je, Helen? Er is genoeg van alles. Ja. Helemaal zwart. Ja, die doos die gaat gebruiken. Kijk, hier moet hij ook. Ik heb daar van die speciale verfhoudertjes. Oh, hier moet de verf in. Ah, speciaal. Echte verfhoudertjes. Ja, dus je ziet inderdaad, dit was de toonbank van de FC Kip Boxsport. Als je hem dan zo zou draaien, dan zie je het wel. Dus we dachten, nou, dan gaan we dan een leuke... Alsof ze niet genoeg huisjes hebben, hè, de poezen. Haley wilde dolgraag een hotel maken. Lukt het, jongens? En waar wil je de verf? Nou, op je voorhoofd. Hier? Oh, kijk. Haley, die heeft power. Als je nog een klein beetje in de tandpasta hebt zitten, hè? Zo, dan moet je omhoog. En dan kun je duwen. Oh ja, ik zie het. Ik wil gewoon 2 vingers. Handig, hè? Zo'n broertje met een beetje spierballen. Haley? Ja, hij heeft me geleerd, want ik kan het ook... Maar ik heb ook deze truc... Draaien, maar die ben ik niet altijd. Ik ben het alleen bij toetjes. Kijk, we hebben hier van die cirkels. En die ga ik dan uitsnijden. Ik heb een brug proberen te maken. Oh, oké. Okay. Ja, maak wel een mooie. Je kan ook hartjes maken. En poesenpootjes. En die rondjes ga ik dus uitsnijden. Zodat ze daarin kunnen liggen. Ik ben eerst een beetje zwart aan. Ik denk dat roze beter over zwart kan gaan. Dus we gebruiken de zwart gewoon om het te koeveren. Om dan een soort van weg te halen. Ja. Maar ga je hem helemaal zwart maken dan? Ja. Dat zouden we denk ik wel moeten doen. Maar dat geeft ook weer iets hotelachtigs of zo. Een beetje chic is dat. Ja, als het wit was, dan was het echt perfect. Ja, maar goed, we hebben een gebruikte box voor die we dus eigenlijk een make-over geven. Dus laat maar zien hoe erg je het kan veranderen, toch? Zo'n... FC Kip Boxsport. En ik denk dat het ook wel leuk is. Kijk, je ziet hier, hadden we ook van die poezenoortjes en zo gemaakt. Ah, weet je? Raampjes. Ja, dat is ja. En dit is natuurlijk een echt kittenkasteel geworden. En dit wordt dan echt een kattenhotel. Haley heeft een idee. FC Kip Boxsport voor katten. FC Kip Boxsport voor katten, ja. Nou, we hebben er net eentje voor je toch. Maar ik zou gewoon een mooi luxe hotel ervan maken dan. Je kan alles erop doen. Wij geven onze katten alles. Ja, oké, ik heb al zoveel knutselspullen. Hè. Je kan alles erop plakken. Ik heb nu ook een lijmpistool als hij het doet. Maar ik heb ook ergens... Kijk hoor, we hebben hier laadjes met allemaal spulletjes en dingetjes. Hier. Kijk. Ik zou zeggen, maak het zo glamorous als je maar kan. Hier, we hebben ook... Oh, dit is... Hoe leuk is dat als we het gewoon echt helemaal glitter en over de top maken? Nee, ik heb een idee. Voor de kassa, daar zetten we allemaal diamanten. Ja. En weet je wat we hier doen? Ja. Op de zwart? Dan gaan we zelf de versiering mooi maken. Ja, weet je, we hebben 2 dagen de tijd om dit te knutselen. We kunnen morgen ook nog knutselen. Dus het hoeft niet allemaal in 1 keer af. Het kan ook nog tussendoor drogen. Katty zou het pas leuk vinden. Hopelijk gaat ze dan niet kapot proberen te bijten of zo. Nee, ik hoop het ook niet. Maar dat doet ze sowieso. Vind je hem mooi zwart? Hij is heel mooi zwart. Hij wordt echt heel chic zo. Nou, ga je erbij zingen, Haley? Ik zal zo meteen een muziekje aanzetten, ja? Nou, Helen die heeft ons even verlaten, want die had toch even lekker zin om buiten te spelen. Dan stond een vriendje voor de deur. Nou, dat is natuurlijk geen probleem, dus wij gaan gewoon lekker verder met het kattenhotel. Zoals je ziet, hij staat achter mij en Helen is druk aan het schilderen. De zijkant heeft ze ook zwart gemaakt aan die kant. En ik heb dus alle rondjes uitgesneden, want dat zijn dus dan de kamers waar de katten dus kunnen... gaan slapen. En nu zit ik een beetje te twijfelen, Haley. Ja. Moet hij zo rechtop staan of moeten we hem draaien?
Dat die... Doe je zo? Ja. Zo. Ja, kijk, zo vind ik hem wel heel hoog en hotelachtig. Ja, dat wel, hè? Mm-hmm. En ik zat er dan wel aan te denken om dan hier zo'n bord bovenop te maken. Zo, Cat Hotel? Ja, hoe gaan we het noemen? Cat Hotel. Gewoon Cat Hotel? Ja. Oké. Okay. We kunnen ook al hun namen erop gaan schilderen misschien. Is... Ja. Is dat een leuk idee? Mm-hmm. Dat je elke hotelkamer een naam van de kat geeft, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is dan de hotel van de Ja, de Katniss Room en de Seuss Room. Wat nou als we onze eigen kattenopvang beginnen? Helemaal vol met speciale kattenboxwoords. Dat dan katten... Dat is niet deze, want dit is net voor ons. Ja, dan kunnen katten bij ons logeren. Als ze een baasje op vakantie gaan. Ja. Dan hebben wij een hele boxwoord room. Wacht, wij hebben toch ook een kattencafé misschien? Ja, kattencafé. Ja, of foster. Maar ja, dat wil papa allemaal niet. Maar we verwennen in ieder geval onze eigen kat al heel goed, hè? Op deze manier. Want ze zitten heel graag in deze kamer. Met al dat karton te spelen en zo. Oké, ik had dus laatst hier alles schoongemaakt. Maar ik kan weer opnieuw beginnen, denk ik, Haley. Hè? Hè? Oké, hier aan die kant zitten, schat. Daar staat de glue gun. Dat is de allernieuwste favoriete gun. Ja, oké, Haley gaat nu voor het eerst de glue gun gebruiken. Dus je moet gewoon een heel klein beetje lijm doen. Op waar je het wil plakken. En dan doe je gewoon heel klein. Gewoon een knijpje, ja. En dan moet je het erop plakken meteen, schat. Oh. Ja. Pak je dingetje. En dan plak je plekje. Idee. Dat is leuk lijmen, hè? Het is wel warm, hè, dat ding. Dus voorzichtig. Ja, als je zo'n ervaren knutseldochter hebt, dan is een glue gun natuurlijk wel een must-have. Je hebt zelfs verf in je haar, schat. Oh, mooi. Mooi. Oh, ja, dat is leuk. Mag ik je haar verven? Met knutselverf? Nee, grapje hoor. Dat zou ik nooit doen, schat. Ik zou eerder papa verven dan. Ga je nu maken? Kattenoortjes. Kattenoortjes, oh ja. Dat is wel een goed idee. Ja, dan is het echt een cat hotel. Ja, dan zijn de hondjes gewoon poesjes. En dan hadden we hier van die leuke glittertjes. Dan konden we er een soort van strikje mee maken. Maar waarom je... maar drie plekjes voor meisjes zijn? Omdat we drie vrouwelijke katten hebben en twee mannelijke. Nou, alle raampjes die hebben nu hele schattige poezenoortjes. En Haley gaat nu een strikje maken op een van de oortjes. Ja, die moet je dan zo... Wat vind je van de glue gun? Pew, pew. Nou, de namen worden er nog even bij geschilderd. Die wordt Skyler. Ja, Skyler. Kijk, Skyler. Skyler. Het is de volgende dag en we gaan de boxwort afmaken. Nou, we hebben ook heel veel andere boxwords. Volgens mij vindt Skyler die heel interessant. Ja, hier, kijk. Hier liggen. Ze gaan altijd daar liggen. Altijd ja, daar. Ja, het is echt een favoriete plekje. Kijk, daar gaat Kitty. Ja, Kitty ook. Kitty, ja, het kasteel is toch wel de favoriet hoor. Ik weet niet of het hotel het gaat overtreffen. Maar ze lagen wel net in het slapen, hè? Kom, ze gaat zo naar boven. Oh. Hallo, kiekeboe. Dat is wel heel schattig. Dat was heel schattig, ja. Kijk of ze ook... Oh, hier. Geen ruzie maken, hè? Hallo. Nee, niet slaan. Niet vechten. Nou, oké. Wat moet er nog gebeuren, Haley, voor de boxfort? Hier moet Cat Hotel. Oké, okay, gaan we... Oh mijn god, zijn gewoon aan het vechten. Nou ja, gewoon een beetje spelen. Is hij nog klein, hè? Wat, dan doen we gewoon hier Cat Hotel. Ja, dat kan ook. Een tussenstukje. Ertussen, ja. Kijk, je hebt een toeschouwer, Haley. Oh, ze zit er niet. Ja, die is ook mooi, hè? Kijk, die mooie raampje met de mooie cactus. Ja, ook een mooi huisje, hè? Oh, goed. Zo schattig. Kitty. Zo te zien is het hotel een succes aan het worden. Oh, wacht even. Ja, hij ligt lekker te slapen daar. Hé,
Hey, kijk, dit is Katniss de hotelkamer. En, oh ja, en, oh, dit is Eros een kamertje. Oh ja, nou. Ik zei het toch? Mijn hotel, wegwezen. Nee, het is Eros, daar speelt ze. Ik zei toch, dan kan je lekker Eros gaan pakken. Zo. Ja, lekker Eros mappen. En daar komt hier Zeus. Ja. Oh, kijk nou, ze vindt het superleuk. Is ze er blij mee? Ja, hoor er nou. Aww. Ik voel een strikje bij haar pas, want zij is zo klein. Zo. Ja. Bij Scarlett past echt zo'n ketting, want zij is zo'n volwassen vrouw. En bij Scarlett is ze een beetje... Schattig. Ja. Dus die, daar past zo'n strik om haar in het oorbel. En zij is heel speels nog, hè? Ja. Wat ga je doen? En bij Zeus past zo'n halsband. En bij Eros kan wel een strikje, want hij heeft eens een keer een strik om gehad. Ja. Oh ja, dat is een goed idee. Oh, je hebt hier ook al, hier zit een kussentje in, een dekentje en een oud ja, t-shirt. Ja, een t-shirt. Kijk, Skyler vindt het heel lekker. Ze heeft niet misschien de mooiste hotelkamer allemaal. Maar weet je wat het is meer? Skyler is gek om op papa's kleding te slapen. Ja, dus een oud t-shirt heeft ze. Ja, ze houdt heel erg ervan op papa's spijkerbroeken te gaan slapen bijvoorbeeld of zo. Ja. Nou, dan gaan we de katten maar even, gaan we maar even feestelijk openen, hè? Voor de poezen. Kijk eens. Zie. Oké, zet hem maar in zijn ding. Zoek een... Is een kamertje? Ja, zet hem maar even erin. Ja, dat lukt me toch niet met de camera. Zo. Kom maar, Eros. Kijk eens. Oh, wat mooi. Hier, kom maar. Hier, ik heb hier ook die hele lekkere. Hier, deze. Dit vinden ze heel lekker. Hallo. Zijn jullie in het hotel? Nou, hij is niet vol geboekt vandaag. Het kattenhotel. Alsjeblieft, uw snoepjes. Ja, ook even voor Eros. Even deze afbreken. Oh, ik heb hem. Kijk eens, Moppie. Ben je weer bang? Hè? Oh, okay. Een heel klein stukje voor Katty. Nou, het is wel een... Oh, we moeten wel de sterren eigenlijk erbij zetten, hè? Dat het 5 sterren is. Mm-hmm. 5 sterren hotel. Nou, dat schilderen we er nog wel bij. Kijk, ze zitten nou, jongens. Super schattig. Nou, vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Vergeet niet om best te klikken, misschien nooit meer video. Doei!